Hallo, welkom bij Vlogboek met in deze video het levensverhaal van een godsdienstwaanzinnige en twee boeken die eigenlijk gewoon jeugdboeken zijn. Jan Siebelink, Knielen op een bed violen, Alma Matthijssen, Alles is Carmen en Khalid Boudou, Pizza Mafia. Misschien heb je dit nog nooit beseft, maar de Nederlandse literatuur is voor een groot deel te beïnvloed door religieuze literatuur en geloofsovertuigingen. Zo komt de Bijbel nogal eens voor in de Nederlandse roman. De Pauwianen, volgelingen van dominee Pauw, orthodoxe Calvinisten, spelen een belangrijke rol in het boek Knielen op een bed violen van Jan Siebelink, dat in 2005 werd bekroond met de ACO Literatuurprijs. Kort gezegd gaat het verhaal over een man die zo onder invloed raakt van een geloof dat zijn vrouw, kinderen en zijn bedrijf eronder lijden. We volgen Hans Sieves. Het verhaal begint als hij nog een kleine jongen is. Hij heeft een dominante en gelovige vader. Nadat zijn moeder is overleden, loopt hij weg van huis en trouwt hij met zijn liefde Margje en krijgen ze kinderen. Al tijdens zijn opleiding tot kweker ontmoet hij de gelovige Jozef. Jozef ziet in Hans de uitverkorene en als hij jaren later weer opduikt, brengt hij hem in contact met zijn medebroeders. Jesus Christ as your savior. Yes, I do. Hans raakt langzaam in de band van het geloof en hij koopt stiekem boeken zonder dat zijn vrouw het weet en hij krijgt visioenen. Naast geloof gaat dit verhaal ook over onvoorwaardelijke liefde. Margje, de vrouw van Hans, blijft ondanks de tragische situatie haar liefde uiten voor haar man en ze probeert hem ook te helpen. Dit eindigt uiteindelijk in een hartverscheurende situatie waarbij Margje van haar man wordt weggehouden door zijn geloofsgenoten. Siebelink heeft een leesbaar en chronologisch verhaal geschreven met een gemiddeld leesniveau, vol met geloofszaken en verwijzingen naar de Bijbel. Een Hollands boek over polder en geloofsthema's en een breed verhaal over een jongen die opgroeit, over een familiegeschiedenis die zich herhaalt. Een dik boek en waarschijnlijk staat het ver af van je eigen leefwereld, maar als je geïnteresseerd bent in geloof en hoe dit een man en een vrouw uit elkaar kan drijven, dan is het een goed boek om te lezen. Een liefdesverhaal over de eerste grote liefde van een puber. Dat is geen onderwerp dat je in veel literatuur voor volwassenen vindt. Sterker nog, Alles is Carmen van schrijfster Alma Matthijssen neigt ook meer naar een young adult. Het verhaal is opgebouwd in drie delen. In het eerste deel leert hoofdpersoon Carmen de jongen Chris kennen. In het tweede deel krijgen ze een relatie. En in het derde deel, je raadt het al, komt de relatie ten einde. Dit is Chris. Chris, zijn levensdoel in chronologische volgorde. Mama Melk. Boterham met pindakaas, Playmobil, piratenschip, de beste van de klas in voetbal, een meisje een zoentje geven, het meisje een zoentje geven, avonturen beleven, beste zijn avonturen beleven. In een meisje haar broekje, in het meisje haar broekje. Een paar elementen uit het boek vallen op. Ze denkt Carmen regelmatig in lijstjes en ze doet ermee een beetje denken aan de hoofdpersoon uit High Fidelity van Nick Hornby. My desert island, all time, top 5 most memorable breakups, in chronological order. Are as follows. Allison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Alden, Charlie Nicholson and Sarah Kendrew. Those were the ones that really hurt. De tweede is de vader van Carmen overleden en hij speelt door zijn afwezigheid een belangrijke rol en ze ontmoet ook enkele surrogaatvaders. Als laatste is natuurlijk de relatie met Chris heel belangrijk. Chris komt uit een gelukkig gezin en kent eigenlijk geen tegenslagen. Iets waardoor hij anders in het leven staat dan Carmen. Alles is Carmen is een grappig en vaardig geschreven boek, maar wat te kinderlijk om een grote roman te kunnen zijn. Alles is Carmen is een overrompelende debuutroman die toont dat de schrijfster barst van het schrijftalent. Een makkelijk leesniveau met een verhaallijn die redelijk voorspelbaar is. Een feel-good roman zonder happy end. En dat einde zie je wel al van ver aankomen. Matthijs heeft grappige vondsten en zet Carmen geloofwaardig neer als een puber. Voor liefhebbers van young adults is dit een goed boek. Aan lezers die wat meer uitdaging willen, adviseer ik vooral een ander boek te kiezen. Pizza Mafia van Khalid Boudou gaat over een familieruzie die is ontstaan door achterdocht en jaloezie. Aan het begin is er nog niks aan de hand. De vader van Brahim, de ik-persoon, heeft een pizzazaak, maar moet vanwege zijn reuma de leiding overlaten aan zijn broer Faris, de oom van Brahim. Zijn vader denkt dat Faris geld steelt en ontslaat hem. Brahim, een Marokkaanse jongen van 14 jaar, moet de leiding overnemen en ondertussen beginnen zijn oom en zijn neef Haas een nieuwe concurrerende pizzatent. Een vete is geboren. De strijd gaat hard tegen hard. Het begint met onschuldige flyers, maar het loopt al snel uit de hand met opstootjes en vuile spelletjes. Kortom, maffiapraktijken. Het boek zit vol jongerentaal en fragmenten waarin gechat wordt. Haas, de neef van Brahim, gebruikt daarnaast veel gangstertaal uit zijn favoriete film Scarface. Say hello to my little friend!
blijkt dat de boeken van Badu zich goed lenen voor verfilmingen. Zo was er al een film van het Schnitzelparadijs, De President en ook Pizza Mafia werd verfilmd. Brahim komt onder druk te staan. Hoewel hij econoom wilde worden, gaat hij niet meer naar school. De relatie met zijn vriendinnetje Alice loopt op de klippen en na de zoveelste actie van zijn neef draait hij door. Hij schaft een pistool aan en zint op wraak. Een boek met een makkelijk leesniveau rondom een familievete van pizzabakkers. Het is meer een jeugdboek dan volwassen literatuur, dus check even met je docent of deze op je lijst mag.